We staan hier voor een pop-up store. Hoe is dit idee tot stand gekomen? Dit zijn leerlingen van de Walenwiek. Deze leerlingen volgen het vak Economie en Ondernemen. En binnen het vak Economie en Ondernemen is het belangrijk dat leerlingen met ondernemen kennis maken. En zo starten ze altijd een eigen bedrijfje op. En als ze eenmaal een eigen bedrijfje hebben, dan gaan ze dat vervolgens ook vermarkten. Zeg maar. Ze gaan ook echt producten verkopen, inkopen, reclame maken. Eerst doen we dat door het maken van een webshop. Deze week gaan we het ook echt fysiek verkopen, dus in onze pop-up store. En in het begin, een aantal jaar geleden, zijn we daarmee gestart. Het wordt steeds een beetje groter en steeds een beetje succesvoller, dus dat is wel leuk. En hoe komt het dat het steeds groter wordt? Ik denk dat het komt omdat leerlingen hebben gezien hoe leuk het is eigenlijk om dit vak te kiezen. We zien ook dat het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor dit vak ook steeds groter wordt. Dus sowieso is er vanuit de leerlingen meer aanwas. Anderzijds hebben wij ook wel meer ervaring natuurlijk en we hebben meer contacten waardoor we eigenlijk steeds verder ons vak kunnen uitbreiden en ons aanbod kunnen uitbreiden. En wat wordt er met het opgehaalde bedrag gedaan? Nou, ondernemers vind ik, die moet je belonen. Dus een deel van de winst van de leerlingen zelf gaat in ieder geval ook naar de winst, of gaat naar de leerlingen toe. Maar er gaat ook een groot deel naar de voedselbank. De verdeling is als volgt. Wij gaan de producten die we via sponsoren binnen hebben gekregen, daarvan gaat de winst volledig naar de voedselbank. En de producten die de leerlingen verkopen vanuit hun eigen bedrijfje, daarvan gaat de helft naar de leerlingen en de andere helft naar de voedselbank. Wat vind jij ervan om deel te nemen aan een pop-up store? Heel leuk. En ik vind het ook makkelijker dan online verkopen, omdat ik dan ook socialiseer gewoon met de mensen. En dat vind ik ook leuk. Wat voor product verkoop je? Ja, wij verkopen knuffels, gewoon beren en dennenappels. Die verkopen wij. En hoe zijn jullie erop gekomen om dat product te verkopen? Nou, we wisten eigenlijk niet wat we moesten doen. En toen dachten we dat er heel veel mensen eenzaam zijn of kinderen. En die verdienen ook gewoon iets om met knuffels in bed te liggen. Iets leuks te hebben. Dus toen dachten we knuffels.